dat jullie kijken naar deze derde aflevering van Leuke Raadsels. Gaan we kijken naar het antwoord van vorige week. En het antwoord van volgende week is... een spaghetti-lepel! En heb jij het geraden? Hoop dat ik de 30 duimpjes hou. En nu het gaat zo van deze week. Het kan heel groot zijn. En het kan heel mini zijn. Wel zo klein als een stipje. Meestal als wij het tegenkomen is het niet heel groot. Het kan heel verschillend zijn van elkaar. Het kan in heel veel kleuren zijn. Rood, oranje, geel, groen, blauw, paars. Maar soms in het wit. Of in het zwart of in het grijs. Je komt dat op heel veel plekken tegen. Maar eigenlijk hoort het niet op sommige plekken. Wel vaak zie je, maar dan is het gebroken. Vaak vind ik het heel mooi, maar soms is het echt voor mij ook lelijk en voor mama. Of voor vriendinnen of vrienden en zo. Het kan ook streepjes hebben. Lijnen. Het kan zo en dan nog zo. Het is best wel hard, maar het kan wel kapot. Ik heb het wel eens een keer gedaan, maar toen was het kapot gegaan. Denk jij wat het is? Laat het hier bij de reacties weten! Vergeet je niet te abonneren, dat je het antwoord niet mist volgende week woensdag. Je kan ook op een belletje drukken. Tot volgende week!